In Beerta organiseerden ze vorig jaar de sterkste man van Rijnland. Een vervolg hierop is niet gekomen. Echter één onderdeel, namelijk het tructrekken, hebben ze gebombardeerd tot het Open Groningen kampioenschap. Cameraman Thijs Schik en verslaggever Martin Adam waren erbij. Normaal gesproken zie je vrachtwagens over de A7 rijden om hun lading van A naar B te vervoeren. Een sport zou je daar niet bij bedenken, maar hier in Beerta organiseren ze de Open Groninger Kampioenschap Tructrekken. Gekke werk of pure topsport? Johan, jij deelnemen. Eerste keer zag ik jou gigantisch veel kracht zetten, maar het ging niet. Ah, de vrachtwagen die weg die loopt gewoon een beetje af. De vrachtwagen die is verschrikkelijk zwaar, touwens na, wegdekkers na, dus in één woord is één groot drama. Met andere woorden, de weersomstandigheden zijn niet ideaal. Niet voor vrachtwagen trekken. Nu is het een en ander veranderd, nu ging het iets beter. Ja, ik denk zo is de goede oplossing. Dus, zo moeten we de wedstrijd ook aan gaan houden. Dus, okay. En wat schat je kansen voor vanmiddag? Ik ga gewoon voor de overwinning, dat is makkelijk genoeg. Heiko, een deelnemer tructrekken. Ja, klopt, helemaal. Heiko, wat voor voorbereiding vecht dit nou? Veel trainen met een truc. Veel de beenspieren trainen. En er gewoon voor gaan als je er moet wezen. Ik kan me voorstellen dat je niet dagelijks een truc tot je beschikking hebt. Nee, dat klopt. Wat voor spieren gebruik je nu bij het tructrekken? De bovenbeenspieren veelal in je gewicht. Dat speelt ook een grote rol. Oké, en ik zag jou daar net rustig op een bankje zitten. Ja, dat is de voorbereiding. Dat is jouw voorbereiding? Geestelijke... Even helemaal de hoofd leegmaken. En dan gewoon geen gezeur aan de kop, zeg maar. En dan ervoor gaan straks. Dan moet die explosie eruit komen. U bent van de organisatie. Heeft het nogal wat voeten in aarde om een tructrekwedstrijd te organiseren? Waar haal je de deelnemers vandaan? Dus, nou, we hebben vorig jaar het sterkste man gebeuren hier gehad. Nou, er waren aanmerkelijk veel deelnemers en zo wat die zeggen van, dit is wat het is. Zelfs een Nederlands kampioen, zag ik. Zelfs een Nederlands kampioen heeft zich aangemeld. Daar zijn we heel blij mee. Die man die trekt hem doodleuk en zo af van 53 ton van zijn plek. Want daar praten we over als we het over een vrachtwagen hebben. Over een complete combinatie. Dat is truck met een beladen trailer. Dus dan praat je over... het mag eigenlijk niet over de weg. Het is in Nederland is het 50 ton toegestaan. Maar ja, soms is dat dan, de wereldrecords en zo, wat, ja, dan moet je een beetje meer als wat eigenlijk mag. U bent de regerend kampioen? Ik ben op dit moment de wereldrecord vrachtwagen trekker met 54 ton. Ging vrij rap, ondanks het nat wegdek. Dat is een onderdeel waar ik sowieso op berensterk in ben. Ik doe mijn trainer wegtrekken. Ik heb al een kinderboekreis van mijn trainer weggetrokken, alles gedaan. Dus dat is gewoon een onderdeel van sterk man waarmee je echt berensterk ligt. Dus, hoe vond u de aankomst met de limousine? Ik vond het prachtig, wel echt heel iets anders. Echt een mooie stijl. Ja. Mag ik u succes wensen? Sowieso bedankt. Ja. Je hebt net de vrachtwagen al even getrokken. De weersomstandigheden werken niet echt mee. Nee, ze zijn verre van ideaal. Dus, ik moet zeggen, glad naar wegdek. Door de regen. Ja. Maar goed, hij gaat van de plaats en dat is het belangrijkste. Dus. Glad, zeg je al. Ook kans op blessures? Ja, goed, je kunt wegglijden met de knieën op de grond komen en dergelijke. Je kunt je verzwikken, noem maar op. Dus kans op blessures is er zeker. Maar. Gebeuren er wel eens ongelukken dan? Heel weinig. Heel weinig. Het zijn heel getrainde en echt getrainde mensen die dit werk doen. Die weten precies wat ze moeten doen.
Voor mij zou dit gekkenwerk zijn, maar voor hun pure topsport.